De mixtape moest af zijn. Ik geef jou nog één nacht. Let's fucking do it. Laten we gewoon beginnen. Man. Ja, want ik wil wel gewoon slapen. Dus we moeten echt stil zijn. Echte rappers schrijven niet. Ik heb geen pen en papier nodig. Ik heb geen laptop nodig. Want ik heb dit. Mijn hoofd. Daar schrijf ik op. Dus al mijn teksten zitten hierop. En zoals je ziet, dat zijn amateurs. Ze zijn geen echte rappers. Nu op dit moment, ik geef gewoon een interview en ik ben gewoon tegelijkertijd tekst aan het schrijven. Dat is de skills wat ik heb ontwikkeld. Ik heb het altijd zo gedaan. En ja, zo zal het altijd blijven gaan. Jongens, zijn jullie al klaar met jullie tekst of niet? Bijna. We hebben niet zoveel tijd om al die tracks op te nemen. Vannacht moet alles af zijn. Morgen moeten we die mixtape inleveren bij Dick Blake. Dus we hebben niet eens tijd voor dit. Dus wat ik nu voorstel is, we gaan nu gelijk opnemen. Ja? Gaan we opnemen? Maar ik heb, ik heb gewoon de helft van mijn verse. De mixtape eens moet vannacht af zijn. We hebben geen tijd. Kom. Let's go. We moeten het gewoon doen, man. We moeten het doen, boys. Oké. Zal ik het spits maar afbijten? Kan je doen, man, zolang we dit maar opnemen. Doe maar. De beat. En dan de microfoon natuurlijk. Kijk, waar begon ik ook alweer? Oké. Mic check. Rapper Rolf. Ramoni zei dat ik niet wist hoe ik moest rappen en hij meende het toen hij het zei. Maar kijk hoe fijn bij elke lijn, bij make alsof ik iemand anders wil zijn. Blijf zitten, ik wil spitten en witte gebitten. Hey, knikkie, chickie. En dat is alles wat ik weet, want iedereen weet dat is alles het is. En je weet het is van de mic op de fresh. Dit gewoon serieus jouw tekst? Ja, ik had mijn tekst nog niet, dus ik heb gewoon het gedeelte. Dit is toch niet professioneel om het zo te doen? Kom op. Doe jij jouw verse? Ik ga mijn verse doen. Mag ik even erbij? Oh. Money stacks, baby. Oh. Yo. Ik ben de ziekste, de diepste, de realest MC. Mijn liedjes, geen sympathie voor de... What up? Nu dat ik naar die beat luister, moet mijn stem pas er niet echt bij, man, eigenlijk. Maar, en de rest van je... Mijn stem pas er niet echt bij. Maar okay. Ik dacht dat we deze nu op moesten nemen. We moeten... Kijk, dit kan wel later komen. We moesten in een nacht een mix tekenen. Nee, dat is wel. Maar weet je, laten we eerst focussen op andere tracks. Ik heb gewoon mijn tekst niet echt net afgeschreven. Ja, hij kan het voor hem nu doen. Ja, ja, dat maakt niet uit. We doen het wel later, joh. We skippen dit wel eventjes. Ja? We gaan gewoon een andere track werken. Die gaat gewoon een hit worden. We gaan gewoon die track werken, ja? Dit komt wel later. Oh ja, boys. We moeten nog een naam verzinnen voor onze crew. Oh ja. Hebben jullie al ideeën ervoor? Shit. De Deadline Crew. Omdat we een deadline hebben en we zijn G's. Dus je weet. Maar rappers zijn niet echt wat wij doen en wat we zijn. Hè. Not feeling it at all. Kan beter, man. Thank you. Real MC's. Maar dan staan de MC's voor Money Catchers. Want daar gaan we voor, toch? Voor het geld. Oké. Kom me daarin vinden. Het is hem nog niet helemaal, maar... Ik heb een deadline appreciate. Oh. Lieve. Wat dachten jullie van BBW? BBW, what the fuck? Waar staat het voor? Black, white. Oh shit. BBW. Oh shit, dat is best wel creatief. I like it. Oh shit, ja man. BBW. Ja. Dat wordt de naam van onze crew. Ben ik de enige die weet wat dat betekent? Wat bedoel je? Bestaat er al een rapgroep BBW? Waar heb je het over? Niet zozeer een rap. Zangers? Er komen vergelijkbare geluid. Misschien, ik weet niet zo goed. Ja, misschien moet je het opzoeken. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet. Ik kom net met een geniaal idee en dan komt deze pas met misschien dat de beelden, BBW bestaat. De beelden het uitleggen. Kijk eens, Google dat is. BBW. Kijk. Oh. Is dit BBW?
shit. Oh, wauw. Wauw. Oké, het spijt me, jongens. Dit wordt hem niet. Nee. Oh. Sorry, ik moet even naar wc. Hey, yo. Yo. Ik wist dit niet. Wist je dat iemand die een bikkel is, zeg maar, right. Die heeft zeg maar één bal. Dat is een bikkel. Ik heb dit serieus nooit geweten. The fuck? En hoe loop je dan? Ik bedoel, je hebt één bal, daar heb je toch geen balans? Heb je geen balans? Heb je geen evenwicht in shit? Damn. Oh, wauw. Dus als je twee ballen hebt en je hebt seks, ben je gewoon aan het ballen. True that. En als je één bal hebt en je bikkelt, yeah. Dan ben je gewoon aan het foppen, zeg maar. Dat was fucked up. True that. True to that. Gaan we weer iets opnemen? Oeh, shit. Leuk, ja, leuk. We moeten even gaan doorbikkelen, hè? Kom op, jongens. Oh, shit. Mixtape. Yeah. Rapper Rolf achter de keys. Yeah. Will is aanwezig. Dit is je boy, man. Stax. Geen niks. Yo. Ik zie me nog thuis mama, maar ik zweer ik ga het huis mama. En yo, fuck die stress, ik pop die fles. Mijn leven is een feest en ik wil more cash. Chillen met de homies en een pof pof pass. Fantaserend over een Porsche, villa's en een jet. Liggend in de hand, maar Toto in mijn glas. Chillen bij de zee, met een chick, met wat ass. Chillen zonder stress, yo, mijn leven is zo perfect. En het is nu een fantasie, maar binnenkort wordt het echt. Ben al bijna 30 jaar in de zomer. Als jij lekker aan het zand wonen. Beats. Ja, ik heb er veel voor deze mixtape klaarstaan. Ik heb er veel gemaakt. Het is gewoon. Kijk, weet je wat het is? Ik ben gemotiveerd en ik denk dat ik daarmee de spijker op zijn kop sla. Het is de motivatie. En als je de motivatie hebt, dan kan je alles. Dan is het gewoon, voor mij was het gewoon een kwestie van even een paar dagen flink doorbikkelen. En dat is wat wij hier met z'n drieën ook moeten doen vannacht. Hier zo. Ja, ik ben een beatmaker. Gewoon de voeten uit, van binnen en buiten. En ik ben best om. Ja, ik ga er geen doekjes om binnen. Ik ben gewoon trots op mijn beats. Ik denk dat we deze vanavond wel kunnen gebruiken. Oh. Komt een break. Gaat die sneller. Yeah. Pam, 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 pam. Kijk, en je moet de geluidjes horen. Je hoort ze vooraf. Je hoort ze voordat je ze hebt gemaakt. Het zit hier. Ik heb nu beats die nog niet eens gemaakt zijn. Het zit gewoon allemaal hier. Ja, man. Komt-ie. Yeah. Okay.
ik heb het. We gaan een love track opnemen. Love track? Yes. Ik heb die tekst net gewoon geschreven in mijn hoofd. En die wil ik nu gaan opnemen. Een love track? Bam. Ja, man. Ik bedoel, je moet de dames ook inpalmen, of niet? We moeten ook vrouwelijke fans krijgen. Dus... Wil jij niet money stacks? Hey, maar hij heeft wel een punt. We willen toch ook bitches? Tuurlijk. Money en bitches. Daar doen we het voor, toch? Ik denk dat ik wel een track heb. Ja? Voor de love. Laat eens horen. Kijk, ik heb... Ja, joh, al die tracks. Scratch. Damn. Oh, shit. Ja? Niet verkeerd, man. Hey, thanks. Dat klinkt dope. Ik denk dat mijn tekst gewoon precies op deze beat was. Perfect. Ja, ja dat ook. Wist hij. Dan ga je ervoor. Oké, boys, ga je ook schrijven? Boy. Mijn tekst ik ga ook. Schrijven. Money Stacks is mijn motherfucking naam. Geef me een gangster hug, alleen jij je nek voor altijd. Hey, boys, one take. Van die shit in one take gedaan. Dat was 21 geen take. Dat was geen one take. Zeker, dat waren 21 takes. Oh, shit, al niet mee, man. Kom een paar foutjes hier en daar, maar het was nog steeds één take. Waar heb je het over, man? Ja. Oké. Okay. Ik heb ook een tekst. We kunnen... Ik ga Heb je tekst al? In mijn hoofd, toch? Oh, ja, kijk hem. Hij wil mij nadoen. Een rapper over mij nadoen. Oké, ik ben wel benieuwd. Wie idee? Ja, dus. Ik zie je ogen en ik zie mijn toekomst. Als jij en ik samen zijn, weet ik dat alles goed komt. Je bent mijn baby, baby, en ik wil voor altijd bij je blijven. En als je sexy doet, geef je me maar elke keer... Maar hold on, stop die shit. Wat? What the fuck? Heb jij een mij? Ja. Ik geloof dit niet. Wat? Ik moest het toch over... Voor wie wordt dit gerept? Okay, maar je moet, het moet wel... alles real. Ja, sowieso moet het real zijn. Ik dacht dat we een liefdesliedje moesten schrijven. Dus maar voor wie schrijf je dit? Precies. Het moet wel echt zijn, je moet wel echt ooit een chick hebben gehad, laten we zo zeggen. Dus... Ik doe gewoon mijn tekst. Het komt goed. Laat hem gaan zitten. Het komt goed. Ga maar een andere track werken, ga een andere tekst schrijven. Yo, my check. Yeah. Kijk, laat zien hoe het moet. One take. Ze is mijn ride or die, staat altijd aan mijn zij. Politie zit op de hielen, we blijven liever vrij. Continu op de vlucht, agenten zoeken mij. We nemen een diepe zucht, verzinnen alibis. Dit is die gangster love, die echte love. Ga door het vuur voor jou, je bent mijn gangster vrouw. We hebben elkaar, we hebben de kerst. Als politie me aanhoudt, verstopt ze mijn sterk. Ze is down for whatever, de mijne forever. Sinds je nieuwe liefde, thank God. Kom op, boys. Dit hoort erbij, man. Elke studioproces gaat zo. Soms hoor je gewoon achtergrondgeluiden, daar kan je niks aan doen. Maar dat maakt de track gewoon extra rauw. Dat houdt de track echt. Snap je wat ik doe? Dus... Kom op, boys. Dit hoort erbij, man. Kom op. Ik raak mijn motivatie erdoor kwijt. We hebben iets van energie nodig, gewoon een energieboost, weet je. Energieboost?